Zo dadelijk in het late nieuws. CDA-fractieleider blijft kabinet steunen. En onderwijsbonden eens over actieprogramma voor de komende maanden. Dat en meer na de reclame. Smakelijk eten. Ga er maar aan staan. De zaak goed schoonmaken. Dan ben je er al snel achter. Schoonmaken is een vak. En daarvoor moet je goed zijn opgeleid. Je moet weten welke middelen je gebruikt. Hoe je bijvoorbeeld milieusparend schoonmaakt. En dat je verantwoordelijk bent voor de spullen van een ander. Tja, aan schoonmaken moet je geen nachtmerries overhouden. Dat kan je beter overlaten aan de goed opgeleide vakmensen van Semsto. Daar kun je van op aan. Elke dag opnieuw. De eerste keer dat ze bij me kwam voor tijdelijk werk, vertelde ze me al over de hobby. Ze stak veel vrije tijd in het trainen van haar jongens. En eigenlijk kwam het door dat enthousiasme dat ik begreep met welke baan ik haar echt een plezier kon doen. In het ziekenhuis. Maar tussen patiënten waar zij wel raad mee weet. Soms lijkt het zelfs een beetje op basketbal. In ieder geval heeft ze het gevoel of ze het al jaren werkt. En daar gaat het om. Zij zocht. Ik vond. Twee liter voorin. Vijfhonderdvijfenveertig liter achterin. 1/4 liter binnenin. Vannacht BRTL 4 de volgende programma's. Nieuwe krankzinnige tafereelen in Mesh om 1:55. Whoopi Goldberg brengt leven in de brouwerij in Backyard Café om 1:00. Om 1:30 verzorgt Oprah Winfrey een nieuwe show, gevolgd door de dramaserie De Draagmoeder. Onze nachtfilm, de Finish Line, begint om 2:55 en RTL 4 teksten tot de vulte nacht vanaf 4:10. Dat alles vannacht bij RTL 4. RTL4 Nieuws met Loretta Schrijver. Goedenavond. Het kabinet moet niet voortijdig aan zijn einde komen. Dit verklaarde CDA-fractievoorzitter Brinkman vanavond op een partijbijeenkomst in Heerenveen. Lubbers moet zijn karwei afmaken, aldus Brinkman. Een bijdrage van onze parlementaire redactie. Als een volleerd cabaretier bespeelde CDA-fractievoorzitter Brinkman vanavond een afgelaten zaal in het Friese Heerenveen. Afgekeken van zijn Engelse collega's sprak hij niet meer stijf van achter een katheder, maar speels op het toneel met behulp van een zendertje. Brinkman had ook nog een boodschap vanavond. Ondanks alle commotie in de coalitie van CDA en Partij van de Arbeid, moet het kabinet gewoon de rit uitzitten. Jammer voor meneer Van Mierlo. Jammer, misschien meneer Wiegel, voor u. Misschien ook voor meneer Van Mierlo. Jammer voor al diegenen die het niet met ons eens zijn. Maar dames en heren, de heer Lubbers is nog niet klaar. Zijn karwei moet worden afgemaakt. Maar het was wel een steunbetuiging onder voorwaarden. Zo moet het kabinet werken financieel aantrekkelijker maken door te denivelleren. Het werk en ook de werkende en met name 1, 1,5, misschien net 2 keer modaal
die mogen best wat beter worden beloond. Dat is als het ware de backbone van onze samenleving waar het gaat om de werkenden en die op termijn dat draagvlak voor die sociale voorzieningen overeind moet houden. Dat zouden we graag ook overeind houden in de verdere besprekingen van het kabinet. En Brinkman had nog een nare boodschap voor de Partij van de Arbeid. Aan de WAO-afspraken die het kabinet vorig jaar maakte, mag wat het CDA betreft niet meer worden getornd. Het is allemaal bekeken, dames en heren. Afspraak is afspraak. Ik geloof dat dat ook een belangrijk gegeven is in het politieke bedrijf. Niet alleen Brinkman had een boodschap. Ook premier Lubbers sprak over de hoofden van het Friese gehoor de rest van Nederland toe. Voor volgend jaar zit er voor de gemiddelde werknemer niet meer in dan prijscompensatie. Op korte termijn is het zo dat zij die te veel claimen, de zwakste op achterstand zetten. Dat doet niet de regering, dat doen we dan met elkaar. Als we meer vragen dan er gegeven kan worden. Om de werknemers toch een beetje mild te stemmen, wil de premier hoe dan ook de BTW met 1% verlagen. Een maatregel waarvan zijn minister van Financiën, Kok, overigens nog veel minder zeker is. De vier onderwijsbonden hebben vanavond het definitieve actieprogramma opgesteld. Werkonderbrekingen en landelijke stakingen. Het onderwijspersoneel pikt het niet meer. De leraren willen 10% meer. In vier grote steden werd vandaag de actiebereidheid gepeild van het onderwijspersoneel. En die bleek het te zijn. De vakbonden hadden dan ook niet veel te bespreken. Het actieplan ligt klaar. Vier donderdagen in juni staan in het teken van werkonderbrekingen. En de shirtjes zijn gedrukt. Afwachten is het nu of de achterban massaal volgt. Ik durf op dit moment geen inschatting te geven. Ik ga ervan uit dat enkele honderden scholen op die donderdagen die we gekozen hebben het werk niet zullen uitvoeren. In de zomer gaan de leraren even op vakantie. En daarna krijgen de scholieren nog een extra dagje vrij. Want tussen Prinsjesdag en de algemene beschouwingen wordt er een landelijke staking gehouden. De Europese gemeenschap stelt Servië verantwoordelijk voor de hevige gevechten in Bosnië-Herzegovina. De 12 landen van de gemeenschap hebben daarom besloten hun ambassadeurs terug te trekken uit de Servische hoofdstad Belgrado. De EG eist een onmiddellijke terugtrekking van het federale leger uit Bosnië-Herzegovina. Harde taal tegen Servië. Vandaag in Brussel tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de 12 EG-landen. Behalve het terugtrekken van de ambassadeurs wordt ook gedacht aan uitbreiding van de reeds bestaande economische sancties tegen Belgrado. Het nieuwste offensief van de Serviërs in Bosnië-Herzegovina is voor de Europese ministers de druppel die de emmer heeft doen overlopen. Officieel heeft Servië afstand gedaan van het bevel over de federale troepen in Bosnië. Maar volgens de EG kan Belgrado zich niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken. Serviërs namen vanmorgen vroeg posities in de tuin van het hotel waar de overgebleven EG-waarnemers zitten. Vandaar bestookten ze met zware kanonnen een moskee in een nabijgelegen moslimdorp. In de Bosnische hoofdstad Sarajevo dreigt een ernstig tekort aan voedsel en medicijnen. De Bosnische autoriteiten hebben de afgelopen 24 uur melding gemaakt van zeker 17 doden. In Luik begon voor de politieagenten vandaag de derde week van hun hongerstaking. 7 agenten zijn inmiddels in het ziekenhuis opgenomen. 200 anderen hebben hun wapen ingeleverd. En dit laatste op verzoek van de hoofdcommissaris die vreest voor ongelukken. De zieke boeg van de politievakbond begint vol te raken. Bijna alle agenten van het 800 man tellende Luikse politiekorps steunen de actie. Het gemeentebestuur besloot 3 weken geleden hun salaris te bevriezen. Luik heeft geen geld meer en in de loop der jaren zijn de Luikse agenten 20% minder gaan verdienen dan hun collega's in bijvoorbeeld Brussel. Ook na 2 weken leven op niets dan water is de vechtlust nog niet helemaal verdwenen. C'est très émouvant, j'ai envie de pleurer. C'est parce qu'il me reste encore un petit peu de dignité que je ne fais pas, mais je suis très 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 touché. Cela vous renforce dans l'idée de continuer l'action jusqu'au bout? Plus que jamais. De gendarmerie is ingeschakeld om de orde in Luik te handhaven. Maar het is de vraag hoe lang de stad nog op de gendarmes kan rekenen. Ook zij willen meer loon. Des actions de ce type pourraient être envisagées au sein de la gendarmerie? De ce type, je ne peux pas vous le dire, mais il est certain que nous n'allons pas rester là. Il n'y a rien à faire. Il faut que, quand même que ces hommes politiques sachent que nous ne voulons pas nous laisser et nous ne le laisserons pas faire. Pas donderdag praat de gemeente en politie weer verder. Voorlopig moeten de agenten het doen met de sympathie van hun familieleden. En dan het andere nieuws van vandaag.
De Rotterdamse politie erkent gisteravond te hebben gefaald bij het beteugelen van de voetbalrellen in de stad. 400 voetbalvandalen richtten na afloop van de huldiging van Feyenoord voor honderdduizenden gulden schade aan in het centrum. De Rotterdamse politie had voor de huldiging van bekerwinnaar Feyenoord ruim 100 man extra ingezet. Bij de verkiezingen op de Filipijnen is tussen de 75% en 80% van de kiezers opgekomen. Er is vandaag gestemd voor een nieuwe president, een nieuwe parlement en een nieuw lokaal bestuur. Bij verschillende aanslagen zijn 15 doden gevallen en talloze gewonden. Toch spreken de autoriteiten van vreedzaam verlopen verkiezingen. Financiële nieuws. De aandelenhandel op Wall Street stond vandaag in het licht van aanhoudende speculaties over de rentevoet. De meeste beleggers verwachten op korte termijn een daling. En daarmee zou de Amerikaanse regering het moeizame herstel van de economie gaande willen houden. En als de rente daalt, zijn aandelen in trek. De Dow Jones steeg 29 punten en sloot op 3398 punten. Op de valutamarkt in New York daalde de dollar 18 cent. De munt noteerde aan het eind van de dag bijna 1,85 gulden. In Amsterdam won de EOE-index vandaag 1,5 punt en sloot op 318 punten rond. Staatssecretaris Kosto van Justitie heeft met zijn hand over zijn hart gestreken. Twee jonge vluchtelingen uit Eritrea, broertjes van 16 en 17 jaar oud, die met uitzetting werden bedreigd, mogen voorlopig in Nederland blijven. Kosto zei dat bij een bezoek aan de middelbare school in Wageningen, waar de jongens op zitten. Een verslag van Rick Nieman. De leerlingen van het Wagenings Lyceum voeren al maanden actie om de broers Vesea in Nederland te houden. Guermame en Semere willen blijven. Omdat in ons land is etnisch conflict of zo. En wij weten helemaal niet waar onze ouders zijn. Dus het is een beetje moeilijk om daar terug te gaan. En we zijn eens begonnen met onze opleiding. Dus het is een beetje moeilijk om terug te gaan. Ze zijn in augustus 1990 gevlucht uit Ethiopië om niet te hoeven vechten in het leger van dictator Mengistu in de bloedige burgeroorlog die toen woedde. Uiteindelijk zijn ze in Wageningen terechtgekomen en nu ligt hun lot in de handen van de Nederlandse regering. Prima, dat vind ik fijn om te horen. Met jou al goed? Ja, prima. Staatssecretaris Kosto liet vanavond weten ook de beroerste niet te zijn. Hun asielverzoek is in eerste aanleg afgewezen. Als regel moet men dan, ook als men herziening vraagt, het land verlaten. Ik heb nu besloten dat ik schorsende werking geef van dat vertrek. En dat betekent dat ze niet aanstonds het land hoeven te verlaten. Toch kunnen de twee alsnog uitgewezen worden tot wanhoop van de jongens. Net als je Himalaya moet klimmen, weet je wel. En als je bijna aan de top van die Himalaya bent, iemand komt en hij schop je gewoon eraf. Ja, staat nergens op, vind ik. Dit was het laatste RTL 4 nieuws van vanavond. Over 6,5 uur zijn de collega's van het ontbijtnieuws er weer. Een goede nacht en tot morgen. John Bernhard bespreekt de weersvoorspellingen voor de komende dagen in het weerbericht. Straks bij RTL 4. Nieuw. 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 Campari Soda. 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 Ah, rood en tintelend. Campari Soda. Openen en meteen genieten. Campari Soda. Het verfrissende aperitief. Campari. Prijzenslag, een schitterende serie met cd's van Maywood, BZN en Neil Diamond. Topartiesten, André Hazes, Rob de Nijs of Louis Armstrong. Hello. Maar ook prachtige cd's van Elvis en Audrey Landers. Prijzenslag. De beste serie met cd's voor, en u hoort het goed, slechts 19,95. Druk uw hand tegen uw mond en neus en voel zelf wat een carapatiënt vaak voelt. Cara-patiënten zijn iedere dag bang voor dit gevoel.
Om ze leefbaar leven te geven is uw gift aan de collectant of op Giro 55055 van levensbelang. Auto weer of fiets weer? Halfords presenteert het weer. Ja, op nog meer regen, daar zitten we nou echt niet op te wachten. En toch gebeurt dat. Vannacht en morgen nog een beetje regen. Maar dan, vanaf woensdag, zomer in Nederland. Dat gaan we even laten zien. Dit is het weerkaartje, dat is voor morgen. Het begint zich boven het continent een hoge drukgebied te ontwikkelen. En er moet nog één storingje door met bewolking en regen. En dat is morgen. Misschien dat in het zuiden al iets beter gaat worden. Maar als we een dag verder kijken voor de woensdag, dan is dit één groot hoge drukgebied boven Europa geworden. En we krijgen langzamerhand zuid of zelfs zuidoostelijke winden met een veel drogere lucht en een heleboel zon. En die storingen, daar zijn we voorlopig vanaf. Eerst vanmorgen. Vannacht een beetje motregen en regen. Dat duurt nog een tijd voordat dat weg is. In het noorden blijft het lang hangen morgen. Daar niet warmer dan 13 graden. Een graad of 15 in het midden. Maar vooral in het zuiden begint de zon er al een beetje door te komen. Dan kan het wel eens 18 graden worden. Nou, de meerdaagse verwachting. Schrikt u niet. Woensdag gaan we naar 20 graden. De strandstoelen gaan naar buiten. En daarna zitten we op temperaturen tot het eind van de week heel bestendig met ongeveer 25 graden. Met een zuid- tot zuidoostenwind. En s'nachts geen nachtvorst, lekkere avonden. Komende nacht nog een graad of 7, maar die temperaturen die gaan flink omhoog. Tot morgen. Tot ziens maar weer. Komische wantoestanden rond een veldhospitaal in oorlogstijd. De comedy MASH. Straks bij RTL 4. Als beschermer van de kroonprins waak je niet alleen over de kwaliteit van zijn gerst en zijn kristalheldere bronnen. Je ziet er ook op toe dat de kroonprins volgens de beste brouwerijtradities behandeld wordt. Maar dan komt het moment dat je de kroonprins moet laten gaan. Gelukkig niet voor lang. Oranjeboom, kroonprins der pilsners. Gezellig babbelen, spannende verhalen vertellen of een mysterieuze ontmoeting plannen? Als je zin hebt in avontuur, bel dan de Dutch Babbel Club. 06-340-322. Morgenavond, na het laatste nieuws bij RTL 4. Straatbendes, moordenaars, inbrekers, noodsituaties en echte politieagenten die er tegenop moeten treden en hierbij met de camera worden gevolgd. Het politieleven zoals het echt is, met u als getuige. Er zijn veel politieseries, maar alleen de werkelijkheid ziet u in Kaps. Morgenavond, na het laatste nieuws, bij RTL 4. Campari's Fantasy.